Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van de Starter de Stucador. Mijn naam is Bas Jansen en ik ben dan ook de Starter de Stucador. Om te beginnen wil ik uiteraard iedereen hele fijne feestdagen wensen. En ik hoop dat iedereen een topkers heeft gehad en zijn buikje lekker rondop kunnen eten. En zich aan het klaarmaken is voor de beste dag van het jaar. En dat is uiteraard oud en nieuw. Ik ben gek op oud en nieuw. Ik heb het hout al klaar liggen. Het wordt natuurlijk weer één groot feest. Vuurwerk besteld, hout klaar liggen. Vuurton staat, is ook ready. Dus ja, het kan niet anders dan weer een top oud en nieuw worden. Je moet alleen het weer mee zitten. Maar ja, tot op heden is het altijd goed gekomen met oud en nieuw. Dus ik ga ook vanuit dat dit jaar het weer helemaal top gaat worden. Maar dat is niet waarom ik deze video ga maken. Want ik was eigenlijk niet van plan om nog een videootje te maken dit jaar. Ik ben nu nog even 2 dagen aan het werk. Tussen kerst en oud en nieuw kan nog een klusje staan. En daar ben ik toevallig wat tegengekomen wat ik met jullie wou delen. Het wordt een kort filmpje, maar ik wou het jullie niet ontnemen. Later komt er nog een tweede filmpje als ik daadwerkelijk deze muur ga stuken. En dan kan ik ook de rest van de voorbereidingen laten zien. Maar ja, ik vond het wel zo interessant om dit gewoon even als een heel kort filmpje met jullie te delen. Wat is nou het verhaal? Deze klus was eigenlijk een reparatieklus. De klant had heeft op 2 etages, zeg maar, dus 2 kamers boven elkaar, was er lekkage geweest. Ooit een keer, zei de klant. En het stukwerk, dat stond bol. Je had een scheur en het stond een beetje bol. Dat was niet mooi. Dus dat zou ik even gaan repareren voor die klant. Nou, gekeken te hebben, had ik al tegen de klant gezegd, joh, dat is niet echt te repareren. Maar dat is meer gewoon een muur opnieuw stuken. De spul wat los zit afsteken en opnieuw stuken. Dus zo gezegd, zo gedaan. Vandaag zou dat gaan gebeuren. Maar ik ben lekker aan het steken en aan het controleren. Komt gewoon echt een heel groot gedeelte van die muur los. Maar er zit geen voorstrijk onder. En er was wel een ander gedeelte wat al eerder blijkbaar door een stucador wel gerepareerd is. En niet heel de muur gedaan, denk ik. Maar er zit echt een hele grote brok, klont, gips zat daar tegen die muur aan gesmeerd. Tegen het metselwerk aan. En daar zit een kleur onder die ik eigenlijk niet had verwacht. Niet voor dat type ondergrond. Maar dat gaan jullie nu zien. Dat zien we elkaar straks weer. Kijk, ik ben hier bij een klant en die had een klein scheurtje in zijn stukwerk. Nou, je kan zien waar de scheur vandaan komt. Hier hebben we helaas wat vochtproblemen. Dus we kunnen niet gaan stuken vandaag. Dat moet eerst opgelost worden en opdrogen. Maar wat wel interessant is ik ben de wand verder aan het nalopen. En je hoort overal holle punten zoals hier. Dit is goed, hard, en daar hoor je dat er lucht achter zit. Nou zit ik het een beetje af te steken, kom ik roze voorstrijk tegen. Dan zou je denken, nou roze voorstrijk top, dan is het in ieder geval voorgestreken. Maar het is niet top, want roze voorstrijk zit op het metselwerk. En dat is natuurlijk een zuigende ondergrond, waar die voorstrijk niet voor bedoeld is. Dus zoals je hier kan zien, en ik weet niet of je het zo op de camera zien. Nou, laat ik het zo zien. Kijk, dit is wat ik er dus net afhaal. Gewoon een romp gips met aan 2 kanten roze voorstrijk. Ja, geen wonder dat het losgekomen is. Want is niet goed voorgestreken, dus dat is kut. Hier heb je nog zo'n grote romp. En je hoort, er zit gewoon lucht achter. Dus het is gewoon niet goed gehecht. Dus dat is nou het belangrijke. Van de juiste voorstrijk kiezen, zodat het gips gewoon blijft zitten. Want dit is helemaal kut natuurlijk. Hier, kijk nou joh. Hele rompe gips. Wat ik afbreek en wat gewoon aan 2 kanten roze is. En wat dus niet goed gehecht heeft. Want dat is precies waar een hele grote hobbel in de muur zat. Naar aanleiding van deze scheur die zo doorliep. Duidelijk hier overheen. Hier zie je hem lopen. Maar ja, dat is dus ooit een keertje door een stucador opgevuld. Niet goed voorgestreken. En nou is het weer hommelus. Dus ja, jammer. Ik ga nog een puntje wat ik nog even wil laten zien. Kijk, hier heb je dus het gedeelte wat we zeiden. Van, hey, dat is verkeerde voorstrijk. Dat is roze. Op metselwerk. Dat is al maf. Maar kijk, het zit alleen maar hier. Hier zo. En hier. Er zit helemaal niks, maar ook
De rest wat ik heb afgestoken, kijk, hier zit de vogels kloten. De rest wat ik heb afgestoken, zit geen voorstrijk op. Ik vind het gek dat het loskomt, zonde zeg. Ik heb nu deze wand, waar al het pleisterwerk nog vast zit, heb ik nu net voorgestreken met spreekcontact. En ik ga dit gedeelte voorstrijken met grondeer van Gieprok dit keer, want dat is de enige die ik in mijn bus heb liggen. En dan hopen we dat we het daarmee goed doen. Waarom nou twee verschillende voorstrijken? Want dat is makkelijk uit te leggen. Hierzo, het originele pleisterwerk, is geverfd. Geverfd is uiteraard daarvoor ook geprimerd, mag ik niet even hopen. Maar verf zet al het stukwerk dicht. Dus het is een niet zuigende ondergrond. Dus dan hebben we een hecht primer nodig. Voor dit oude pleisterwerk en het metselwerk, dat zuigt heel erg. Dus daar willen we een grondeer voor gebruiken of een stukprimer. Zodat we die zuiging op gaan heffen. En ook daardoor weer een goede hechting, maar ook zorgen dat het gips niet verbrandt. Dus vandaar dat ik twee verschillende voorstrijken ga gebruiken. Dat was er weer, jullie zien het. Echt zonde dat dat losgekomen is. En ook jammer van dat vochtprobleem, want dat wist ik niet. En de klant wist het eigenlijk ook niet. Dus ja, nu heb ik een dag verloren. Alleen al omdat het moet drogen. Nou ja, drogen. Ik hoop überhaupt dat het niet aan het lekken is. Dus het moet eerst gaan regenen. Dan kan de klant zien of er een lekkage is. En als dat zo is, dan moet dat eerst opgelost worden. En uiteraard daarna ga ik pas stukken. En als het droog wordt, dan ga ik het pas stukken op het moment dat het opgedroogd is. Dat was het voor nu. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk gevonden hebben, hoop ik dat je een duimpje wil geven. En ik zou het uiteraard ook heel erg waarderen als je wil abonneren op mijn kanaal. Ik wens iedereen in ieder geval een heel fijn uiteinde van het jaar. Maak er wat moois van. Kijk uit met vuurwerk uiteraard, want onze handen hebben we nodig om te stuken. En het wordt lastig om een spaan mee te pakken als je duim kwijt bent. Dus let op, maar geniet er wel van. En we zien elkaar weer in het nieuwe jaar. Hey, tot de volgende. Hoi hoi.